Helemaal leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Firekanoe. In deze video gaan we verder met Battlefield Hardline, de singleplayer. En laten we maar snel gaan beginnen. Previously on Hardline. Planes go up, drugs come down. Whose operation is this? Some shipbird named Remy Nelts. Nelts, put the gun down! I took the deal. En dan wordt hij neergeschoten aan het einde. He was surrendering. Leave it alone, partner. Before evidence arrives. Er klopt inderdaad niet iets van de werkwijze van dit politiebureau. Yes, Your Honor. Well, I disagree with your basic assessment of the facts. No, I understand. Thank you for your time. That was the Honorable Naomi Kushner. And what do we think about Judge Kushner around these parts? Left-wing hack. Yes, the good judge won't give me a no-knock warrant for known associates of Nelts. And that's just fine. War games, war rules. Mm. Captain Dawes, Mendoza. The three of us are a tribal council. And I'm very aware that we're having problems with one of the members of our tribe. He didn't take the money. You were testing me. Well, we had to know if we could trust you. You know, from the very beginning, your partner assured me that we could. Now, you said that Nelts was talking about a deal with Stoddard. Yeah, he sure did. Well, I need you to go back to Nelts' office and get me something I can take to Internal Affairs. I realize that a hurricane is incoming, detectives. But this can't wait. Oh. Yes, sir. Terwijl, ik denk dat deze missie in redelijk slecht weer zich voort gaat doen. Holy shit. CSI's already been through here. What's the point? Well, they weren't looking for evidence against Stoddard. Look, we find anything, we go directly to Dawes. This goes to Internal Affairs. Dawes can't control what happens. You do trust Dawes, right? Stoddard going down doesn't look good. For anyone. Stoddard's dirty. You know it, I know it. I'll keep watch out here. You go inside, find the evidence we need to take him down. Gladly. Oké, natuurlijk mag ik weer naar buiten met het ontiegelijk vieze weer. Er komt een orkaan aan en ze sturen mij op pad. Oké, dit warenhuis ken ik nog wel. Hier ben ik eerder geweest volgens mij. Just stay in touch. Oh ja, zo te zien liggen er inderdaad nogal wat dingetjes op de grond. Ik zie dat ik mijn scanner moet openen, dus laten we even rondkijken of hier nog iets bijzonders ligt. Let's hope they didn't pull any evidence. Wouldn't surprise me. If Stoddard was stupid, he'd be in jail. De scanner blijft wel zoomen, maar ik denk dat er iets is op de tweede etage. Vanaf hierboven heb ik een mooi overzicht van deze etage. Nou ja, hier is zo te zien niks aan de hand. Maar ik moet naar boven. Heeft hier iemand een stom hekje neergezet? Nou, dan klimmen we gewoon overheen. En dan staan er nog meer kratten. Oké, ik denk dat ik hier niet zo makkelijk overheen kan klimmen. Nee, ik denk dat ik dan toch terug moet. Ik zie ook een icoontje op de map staan. En waarschijnlijk moet ik ergens naar beneden toe of zo. Maar ja, het lijkt op dat ik hier moet zijn. Zie je iets? Is er iets misschien boven me? Ik ben voor mij iets heel doms aan het doen. Maar ik zie een icoontje de map. En dat is precies hier. En mijn scanner blijft altijd zoomen dat ik hier iets moet vinden. De vraag is waar. Kijk, there you go. Ik heb hier iets gevonden. Dat zijn barrels. Nou, hou A eigenlijk om het te analyzen. There you go. Barrels of die. Inderdaad, ik denk dat dat redelijk giftig shit is. Dus kan play audio doen. Oké, dezelfde shit die ze dus in de Everglades hebben gedumpt. Maar is dit het enige wat ik hier naar op zoek ben? Ik denk het niet. Er is namelijk iets hier aan de hand. Volgens mij moet ik hier gewoon naar boven met de trap of zo. Ja, ik snap het al. Die andere weg is gewoon afgeblokt. En ik kan hier gewoon rustig naar boven lopen.
Dus even kijken, we gaan nog verder naar boven. Voor mij is gewoon hetgeen waar ik op zoek ben op de bovenste etage. Waar uiteindelijk die gozer is neergeknald. Yup, zoals je ziet. Ik moet nog steeds omhoog. Ha, ik kom er wel, ik kom er wel. Ik heb nu wel in ieder geval die barrels erbij gevonden. Kijk, hier is die trap. Er liggen inderdaad veel lijken hier. Dit is ook al mogen opruimen voordat het begint te rotten. Oké, open scanner. Voor mij is dit een belangrijke kamer. Er ligt hier iets, het is dit. Hold A to analyze. Business card. Somebody moved this recently. Hier klopt iets niet volgens mij. Maar kan ik dit ook aan de kant doen? Painting. Wat zit hier achter? Geheime kluis, een geheim luik, een geheime kluis. Enter code. Ja, natuurlijk weet je dat niet. Hoe gaan we aan die code komen? Dat is de vraag. Hij blijft trillen. Hij zegt dat ik hier echt heen moet. That I can figure out this code. We moeten iets doen om die code te weten te kraken. Het wordt nu in één keer in een soort investigation game. Kijken of er iets is in deze room waardoor ik die code kan achterhalen. Nee. Maar ik weet niet hoe we die code gaan openen, hoe we die code gaan krijgen. Of gaat hij nou weer... Ah, hij drukt gewoon een random code in en dat lukt hem, natuurlijk. Bingo. Kijk. Remy Nails Insurance Policy, take one. Friday night, August 14th. I'm going to meet with Stott. Sounds like the next step is coming up with partnership terms that work for both of us. I think if you... Stoddard. Got you. Nou, volgens mij hebben we iets gevonden waar we heel veel aan hebben. Kai, en laten we snel naar beneden gaan. I'm headed downstairs. Ja, Kai, ik kom eraan. Good. I'm down here now in the shipping container. Ondertussen houdt zij zich schuil in een shipping container. En we rennen hier snel naar buiten, want het stinkt hier een beetje naar allemaal lijken die ze hier hebben laten liggen, die ze niet hebben opgeruimd. Dus even kijken. We gaan hier naar buiten, denk ik. Oh, hier is ze. Nelson Stoddard, on tape. Now when we go to IA, it's not our word against his. Remy was storing his cash somewhere. I bet Stoddard's looking for it too. Look in there. What the hell is this? Some bullshit I don't pretend to understand. But I looked online and the only place that sells that crap is a store called Domo Roboto in the Popcorn Mall. He wouldn't be storing his cash there. Nope. That's why I got the warehouse's address. It's worth a drive-by. Oké, een rare knuffeldingen of zo. Waarschijnlijk misschien om drugs in te vervoeren of zo, ik weet het niet. Maar we gaan even een kijkje nemen bij de winkel waar deze troep wordt verkocht. My advice, don't go in through the front door. Your starter comes out without me. Assume the worst. I always do. Oké. Oké, let's go. Waarschijnlijk gaat het nu wat spannender worden. Ik zie daar in ieder geval een guy boven lopen. Ik weet niet wat dat voor figuur is. Hij lijkt een gun te dragen. Dat maakt het allemaal al wat spannender. Dus dat betekent dat er iets niet helemaal... Holy shit. Oké, dit gaat denk ik toch wel moeilijker worden als ik had gedacht. Het wordt namelijk wel extreem zwaar beveiligd voor een... Ja, random fabriek. Dus ik denk dat hier wel meer aan de hand is... Dan alleen een fabriek. Nou, voor mij hebben we nu iedereen gescand. Dus we weten waar alle enemies zich bevinden. Dan ga ik eens even kijken of we andere wapens kunnen pakken. Want ik denk niet dat we het met de wapens kunnen doen die ik zojuist had. Een merk is altijd handig. Maar ik heb niet echt heel veel betere guns voor afstand, zie ik. Dat zijn natuurlijk de pistolen. Ik denk dat ik mijn shotgun ga inruilen voor een wat langer afstand wapen. Ik weet niet... Welke wapens ik nu allemaal geunlocked heb. Het liefst heb ik nu eigenlijk even een sniper. Ik zie hier wel een aantal semi-snipers. De vraag is... Heb ik hiervoor ook een silencer? Het nadeel is... Volgens mij... Gaan ze ons nog best wel eens een keer doorhebben. Ik heb hier een suppressor. There we go. En een beetje een recent scope. Dus even kijken. 8 keer scope erop. Hebben we dit nog? Nee, camo is ook niet echt belangrijk.
Ironside, nou, ja, nou misschien wel, misschien wel. Je denkt misschien, waarom zou je een Ironside op een sniper zetten? Het is een semi-automatische sniper. En dat betekent dat als ik hiermee op en af ga, dan kan ik ze nog steeds neerschieten van dichtbij, zolang ik mijn andere versiertje gebruik. Breaching charge is misschien wel handig, maar ik denk dat het iets te veel afleidt. Armored inset vest. Ik denk misschien is een zipline of een grappling hook wel een handig ding. Weet je, ik neem die wel mee. Misschien kunnen we dan ergens inderdaad omhoog zien te komen. Nou ja, laten we gaan lopen. Ik denk dat ik ze redelijk goed kan benaderen zonder ze me doorhebben. Als je het op een tactische manier aanpakt. Dus laten we even gaan kijken naar mijn grappling hook. En kijken of ik die hier op deze muur kan schieten. Yes, there we go. Op deze manier kunnen wij heel makkelijk hier omhoog klimmen. En dan heb ik meer een advantage point voor overzicht van alle enemies. Misschien was een zipline ook niet zo'n gek idee geweest. Oké, okay, ik zie in ieder geval daar een guy staan. Die kunnen we denk ik wel pakken met een police freeze. En volgens mij was dat mijn rechter... Ja, dat is mijn linker pokie, of mijn linker button stick. Dus laten we erheen lopen. Rustig. Rustig. Freeze. Op de grond liggen. Hoppakee, there we go. We hebben hem gearresteerd. En hij kan er niet meer voor problemen zorgen. Het enige probleem is dat hier ook een guy beneden. Kunnen we die voor een headshot uitschakelen? Of is dat misschien een beetje... Nou, waarschijnlijk... Oh, ik zie daar nog een guy staan. Die wil ik ook op een scanner hebben. Daar ook nog. Oké, okay, nu hebben we iedereen wel een beetje op de scanner staan. We schakelen hem uit met een headshot met de silencer. Moet hij wel doodgaan? Yes. Niemand heeft het gemerkt. Het scheelde niet heel erg veel. Dus we kijken. We kunnen hier ook binnen zien te komen. In een soort van fabriek. Maar ja, even kijken. Zijn hier nog meer guards? Nou, het is al een goede manier denk ik om binnen te komen. Want we moeten uiteindelijk... Er is een guy die we kunnen arresteren. Er staan enorm veel guards. En misschien is het wel heel slim om dit gebouw gewoon eens van de achterkant te benaderen. Zoals wat onze grote vriendin zei. Dus we kijken, zou hier ook nog een guard staan ergens? Of zag ik iets dat er niet is? Dat kan natuurlijk ook. Misschien was het wel gewoon een regendruppel. Oh, nee, ik zag hem toch. Daar. Oké. Okay. Ik zie hier ook het alarm. Die kunnen we niet uitschakelen. Maar ik wil wel kijken of we hier binnen kunnen komen. Nou ja, een breaching charge was ideaal geweest. Maar ik denk dat ze door de explosie allemaal wel weten dat er dan iets niet goed is. Ik heb een sniper. Oh shit, er komt er een heen lopen. Die kunnen we misschien wel pakken gewoon op de makkelijke manier. Freeze. Volgens mij was dat niet zo handig. Er wordt geschoten op me. Terwijl ik hem in de boeien sla. Oh, dat was niet zo'n goed idee. Oké. Okay. Dit betekent dat iedereen wel gealarmeerd is, denk ik. Het alarm gaat gelukkig nog niet af. Maar ik denk wel dat de guards hierheen komen lopen. Ja. Yep. Ze hebben me door. Oké. Okay. Het was een goed idee om rustig via achter te komen, maar... Oké, okay, hier een guy die gewoon moet arresteren, geloof ik. Oh, die heeft er ook geen zin meer in. Die wil ook gewoon alleen maar schieten. Oké. Okay. Laat ik maar even cover gaan zoeken ergens. Want het is niet echt heel veilig. Oké, okay, weet je, ik ga even rennen. Ik word beschoten van achter. Ik word flink geraakt. Laat ik hier dekking zoeken in deze terrein. Oh, there we go. Nee, het lijkt erop dat het niet zo heel goed gaat. Hij is wel geraakt, maar nog niet dood. Waar zijn al die andere guys? Ze komen wel naar me toe. Het worden nu wel heel erg veel. Ze hebben toch best wel veel kogels nodig. Oh shit, oh shit, oh shit. Misschien voor het hoofd gaan dan. Wat moet ik doen? Moet ik reloaden? Nee. Ah, schiet dan raak. Kom op. Oké, okay, there we go. Mijn leven komt langzaam weer terug. Ik zoek nog even wat meer dekking. Ik ga iets meer naar achter. Iets meer terugtrekken. Er loopt er daar één. Laten we nu gewoon gaan voor de headshots. Want daar hebben we veel meer aan. Ah joh, een kogel door je hoofd kan je wel overleven.
Eens even kijken, we kunnen even... Hier zijn ook nog enemies. Nee, is het veilig? Ik had toch liever de wat veiligere aanpak gebruikt. Zodat ze me niet gelijk door zouden hebben. Maar het kan nog. Ik weet niet wat ik hoor. Voor mij hoor ik iemand schieten de hele tijd. Ik hoor een raar geluidje. Loopt er iemand een minigun rond of zo? What the fuck? Ik denk dat ze trigger van zijn wapen vast zat of zo. Oké, we lopen hier langzaam omhoog. Kijken of we hier iemand zien staan. Ik zie hier iemand staan. Oh. Huppa, headshot. Dat gaat een stuk makkelijker. En laten we kijken of we via het dak hier binnen kunnen zien te komen. Ik heb wel veel guys uitgeschakeld op dit moment. Oh, hij ziet me. Hij heeft een shotgun, dus laten we die snel uitschakelen. Yep, uitgeschakeld. There we go. Ah, ik denk dat we iedereen nu al een beetje uit hebben geschakeld. Dus we kunnen denk ik nu al gewoon veilig naar binnen. I can get in through there. Ik neem wel de shotgun mee. Die ruil ik even in voor mijn sniper. Ik denk dat ik die binnen niet zo nodig heb. We openen de deur met een crowbar. Alleen ja, ik denk niet dat het binnen veilig is. Oké, we zijn binnen. En ik zie een hele groep staan. Oh, klopt iets niet. Which one of you moved Nelts' cash? He promised us that money, asshole. Yeah, okay. As of yesterday, I'm your new boss. Now, do you understand what that means? What would you say if you were working a case and some asshole shows up and tries to take the credit? I would say, let's talk about it. Huh? So, let's go do that. Shall we? Oké, hier klopt iets niet. Een politieagent die volgens mij samenwerkt met criminelen. Nou, laten we even scannen wie hier allemaal is. Zo. Ik zie daar in ieder geval nog een evidence kistje. Ik zie hier ook nog iets. Wat is dit? Zo. Een poster voor die rare knuffelbeesten, geloof ik. Hier zitten ook nog twee guards. Nee, veilig is het hier zeker niet. Oké, laten we weer even naar binnen gaan. Wat voor wapens zijn handig in deze situaties? Ik denk dat het handig is om mijn wapens iets aan te passen. En een van de chill wapens is toch echt wel een P90. Of een AK. Deze was wel beter voor afstand. Ah, laten we het eens een keer weer proberen met de AKM. Ik heb alles erop zitten wat ik erop wil hebben. Zou die binnen gas grenades gebruikt gaan worden? Ik denk het niet. Ik denk dat een armored vest misschien wel het handigst is. Samen met... Nou, een zipliner zo heb ik hier ook niet echt nodig. Dus ik doe wel gewoon een gas mask op voor de zekerheid. Mocht er toch hier iets gebeuren wat ik net niet zou verwachten. Oké, er staan hier beneden zijn twee guards. Die kan ik nu uitschakelen. Met een kogel door het hoofd. Maar als ik misschiet, dan heb ik een probleem. Dus we lopen erop af. We gaan ze freeze als een politieagent. There we go. Hopelijk heeft de rest in de zaal niet door. Zo, we gooien hem snel op de grond. Ik ben in mijn eentje, dus hopelijk pakt die ander nu niet snel zijn wapen op. Nou, there we go. Het lukt wel op deze manier. We hebben ze allebei nu gearresteerd. Dat is natuurlijk wel de beste manier. Want op die manier hoef je ook geen mensen te vermoorden. Ik wou zeggen onschuldige mensen, maar nee, ze zijn wel schuldig. Oké, ga liggen jij. Huppakee. Hand op je rug. Laten we hopen dat ik het op deze manier allemaal kan pakken. Zo, deze twee gastjes ook. Huppakee. Zo. Oh, ze worden rood. Ze worden rood. Ze worden rood. Nee, ik moet ze allebei in de gaten houden voordat ze een wapen pakken. Ik moet vooral het wapen ook op hem gericht houden. Oké, dit is het moment dat hij zijn wapen zou kunnen pakken. Nee, hij durft het niet. Zolang ik hem onder schot hield. Eens even kijken. Ik hoor hier iemand achter praten. Stop. Yep, telefoontje ophangen en in de boeien. Zo, nou, ik doe het redelijk netjes. Ik heb nog niemand doodgeschoten nu. Hier is ook iemand wat bezig met iets. Die freezen we ook gewoon. Ga ook maar liggen. Volgens mij heb ik iedereen hier nu gepakt zonder kogels te lossen. Beter kan natuurlijk niet. Even kijken, ik heb hier nog evidence wat ik kan scannen. Zo, hou A to analyze. There we go. Nog meer gekke shit die ik kan analyseren. Nope. Oké, voor mij moeten we naar buiten toe. Of in ieder geval die kant op. Maar hoe komen we daar? Ik zag hier voor mij een trap naar beneden. Ja. Kan deze deur ook open? Ja.
Is het een geheime tunnel of zo? Wat zou het zijn? Kom op, trek hem open. Je kan het. Zo. Waar gaat het heen? Is dit wel de kant op waar ik heen moet? Oké, we zijn hier in een soort van lab aangekomen. Deze guy is de security guy of zo, ik weet het niet. Hij zit in ieder geval naar allemaal camera's te kijken. En weet waarschijnlijk duidelijk wat hier binnen allemaal gebeurt. Laten we even snel dit ding scannen. Of nee, ik hoef het niet te scannen. Ik kan het volgens mij gewoon... Ik kan het gewoon gebruiken. Dus laten we eens even X drukken. Kijken of wij een beetje kunnen kijken. Holy shit. Oké, dat is wel nice. Oh boy. En daar is Stoddard. Ja, stel, het is gewoon politie. Maar het is gewoon een dirty cops. Want hij houdt zich bezig met criminele activiteiten hier. Dat kan natuurlijk niet. Het kan niet als een functie als politieagent. Oké, de wietplantage. Wat is een goed idee voor wapen hier? Ik denk dat ik toch even ga switchen naar mijn shotgun. Het is close combat. En je weet maar nooit wat er achter die plantjes staat. Dus daarom ga ik deze keer met de Magnum. Zo. En laten we naar binnen gaan. Gaan we ze allemaal arresteren of gaan we gewoon lekker schieten? Ik denk dat lekker schieten niet zo'n heel goed idee is. Ik denk dat we toch maar op de saaie manier gaan doen en iedereen gewoon gaan arresteren één voor één. Om door deze grote wietplantage heen te komen. Ik zie hier ook één staan. Yo, what's up? Ja, hij pakte gelijk zijn wapen, maar dat was niet zo'n heel goed idee. Want hij kreeg gelijk een shotgun onder zijn kin. We lopen verder. Staat hij als schietser in om het hoekje? Zo. Hup, niet twijfelen. Gewoon gelijk in de boeien slaan. Dan heeft hij ook geen tijd om iets te doen. Zo. Oké, er zijn best wel veel guys hier. Nou, er zijn er nog twee hier. En dan staan die andere boys daarboven. Nou, laten we jou ook even arresteren. Ga maar liggen. Huppakee. Ik snap niet waarom ze zichzelf zo makkelijk overgeven eigenlijk. Want ze schrikken zich helemaal dood. En dat begrijp ik nog wel als er een politieagent voor je neus staat als je in zo'n wietplantage staat. Maar ze droppen ook gelijk een gun. Terwijl ze toch hier best wel veel voordelen hebben. Ik denk als ze hier deze... Als ze mij hier verkant maken, dan is niemand die mij weer terugvindt. Ook al denk ik dat die politieguy die hier staat toch wel raar zou reageren. Oké, deze kunnen ook allebei tegelijkertijd freezen. Voor mij staan ze allebei een jointje te roken. Dus heel veel zullen die waarschijnlijk niet tegen mij doen. Nee, je kan niet zoveel. Je hebt knetterstoned, ja. Zo. Oké, we kunnen verder. En hierachter staat... Ja, en hij denkt waarschijnlijk nu van... Oh shit, wat doe jij hier? What do you mean, you here? Hilarious. Put your gun down. How about I just holster? Drop the goddamn gun! Nick, let's just talk about it. Nick, I'm following those shitbags in the van. Negative. Do not engage them. Nick. Find out where they're going. What the hell was that? Nothing. Nothing to worry about. Oké, laten we maar maken dat we hier wegkomen. Want er is voor mij net een explosie afgegaan hier in de wietplantage. Er worden schoten gelost. En alles staat in de fik. We moeten nou echt maken dat we hier wegkomen. Door het vuur heen. Hoe de fuck is dit allemaal in de fik gevlogen? Het lijkt erop dat ze ons in de val hebben gelokt. Er zijn wel heel erg veel guys in één keer met guns hier. Maar de meesten die weten niet wat ze moeten doen, want alles staat in de brand. We moeten maken naar buiten komen. Staan hier aantal guys, ook met een shotgun. Nou ja, shotgun was wel een goed idee. Nou, ik heb gelukkig een gasmasker op, dus ik stik niet door de rook. Dus dat gasmasker was toch niet zo'n heel slecht idee. Ook of ik nou wel dat we deze guy moeten meenemen met zijn handboeien, want nu gaat hij hier verbranden. Nou ja, oké, waarschijnlijk... Ik zie al aan deze guy no fucks given, dus laten we maar gewoon naar buiten gaan. Laten we doorrennen naar de uitgang. De hele boel zit in de fik. Waar moeten we heen? Escape to the car. Waar is de car? Oké, dat is deze kant op. Zo, naar buiten toe. Waar is de uitgang? Waar is de uitgang? Oké, ik ben verdwaald. Ik ben verdwaald. En mijn telefoon zegt, wat is hier voor iets bijzonders? Evidence! Ja, ik blijf een politieagent, dus dat moet ik wel even meenemen nog.
Ook al staat het gebouw in de brand. Oké, laten we maken dat we wegkomen. We rennen buiten. Waar is die uitgang? Zet de uitgang. Kun je zien het knopje? Laat hem openen. There we go. Dat betekent wel dat er meer zuurstof bij de rook en bij het vuur komt. Dus waarschijnlijk fikt alles straks af. Kai, where are you? On course. You're at the mall. I'm pretty sure they're going by the... Kai! Get over here, now! Kai! Oh shit, volgens mij zit zij ook in de problemen. Fuck that man, I'm taking you in. Mendoza, your partner, she's in trouble. That means we help her. Come on, my car's over here. Fuck. Wauw, wat is er allemaal aan de hand? Voor mij is het allemaal niet zo best. Kai is op dit moment in gevaar. Oké. Ze is bij de mall. Ik zie hier een... Oh shit. Ja, dit ken ik nog wel, deze plek. Laten we heel snel een scan uitvoeren waar iedereen is. Ik zie een alarmsysteem. Ik zie meerdere guys met guns. Ik zie zij in een busje zitten. Oké, laten we snel naar elkaar gaan. Zo. Is zij beneden of boven? Nee, ik denk dat we naar beneden moeten. Waar is ze nou dan? Ik ben kwijt. Oké, laten we maar snel ingaan dan. Is ze ontvoerd of zo? Wat is er aan de hand? Ik weet het allemaal niet. Ze is in ieder geval in gevaar en we moeten maken dat we zo snel mogelijk bij haar zien te komen. Oké, laten we hem gewoon pakken met de police badge zo. Ik vind het eigenlijk best wel saai. Ik vind dat Battlefield games echt super tof. En ik vind het ook wel tof dat je mensen moet arresteren en zo. Dus je kan zelf bepalen hoe je het spel speelt. Maar eigenlijk is dat de beste manier om ze gewoon allemaal te arresteren. En dan mis ik toch een beetje de firefight van Battlefield. En de zieke oorlogsgevechten tussen bijvoorbeeld de Taliban en dergelijke. Ik zie dat hier een guy op zoek is naar zijn teamgenoot. En die loopt nu naar die cirkel. En als hij doorheeft wat er aan de hand is, dan slaat hij waarschijnlijk alarm. Dus laat hem snel pakken. Zo, die ligt nu ook met de handboeien op de grond. Die kan nu niks meer zeggen. Ik zie inderdaad weer iemand lopen. Richting... iemand die ik al gearresteerd heb. En dan kunnen ze alarm slaan. Dus zorgen dat ze dat net niet lukt. Oké, hier ergens zit ook het alarm. Disable alarm. There we go. Dat gaat nu voor een stuk minder problemen zorgen. Oké, ik zie hier die guy onder staan. Dus hier kunnen we hem met een mooie verrassing verrassen. Hello. What's up? Ja, dat zag je niet aankomen. Oké, hem arresteren we ook. En dan krijgen we als het goed nog een leuke bonus voor. There we go. Nou, laten we nu maar snel naar binnen gaan. Want... ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ze vroegen of we snel kwamen. We openen de deur. Kom op, trek hem open. Zo moeilijk is het niet. 1, 2, 3. Huppakee. Oké, we zijn in... het winkelcentrum. En het regent echt ontiegelijk hard. Laten we eens even kijken. Kan ik hier een overzicht zien van de beveiligingskamer? Holy shit. Dat is niet zo best. Nou, oké, laten we dan maar verder gaan. En hoe gaan we dit oplossen? Ik denk met heel veel kogels. Nou, we zijn onderweg. We zijn onderweg. Stop. Zo, die arresteren we ook. Deze rijke tata. Oké. Ik zie best wel veel guards hier. En toch denk ik dat het al steeds een slecht idee is om te gaan schieten. En zolang ik niet hoef te schieten, doe ik het ook maar niet. Oké, hem kunnen we ook wel pakken. There we go. 3, 2, 1. Dat scheelt niet veel. Hij begon bijna te schieten. Hij was bijna door. Even kijken. En hier zit als het goed is ook nog ergens eentje. Oh shit, ik ben gespot door iemand. Ik ben gespot. Waar is diegene die mij heeft gezien? Oké, ik denk dat ik nu een probleem heb. Ik ben officieel gespot. En dat betekent dat alle enemies nu naar mij toe gaan komen. Yep, ik zie ze al dekking zoeken daar. Ja, is hier ook nog een guard, volgens mij onder mij. Nou ja, laten we dan maar gewoon naar beneden rennen en ze even allemaal afmaken. Ja, er wordt geschoten.
Dat is voor mij een groen sign dat ik ook mag schieten. Want als er wordt geschoten op een politieagent mag je natuurlijk terugschieten. Oké, laten we gaan. 3, 2, 1. Oh shit, dat gaat hem niet worden. Een shotgun op deze afstand, zou het het redden? Ja, dat redt het wel. Een shotgun kan immers altijd best ver schieten. In Call of Duty bijvoorbeeld verdwijnen de kogels meestal gewoon op een bepaalde range. Maar ja, een shotgun blijft toch een shotgun. En als een kogel je raakt van een shotgun loopt het meestal niet goed met je af. Ook al is hij wel minder precies op een grote afstand. Dus ja, meestal kan je mensen redelijk nog redelijk goed raken met een shotgun op 10, 20 meter afstand. Dus even kijken. Volgens mij moeten we hierheen. Ik zie hier een icoontje op de map. Maar ik zie hier ook onder iemand die je kan arresteren. En dan krijg je weer een dikke reward. Dus laten we dat ook maar even doen. Freeze, politie, there we go. Die had je ook niet aankomen. Ga maar liggen. Er staat toevallig een warrant voor je open. Zo. We zijn ondertussen level 12. We openen de deur om te kijken waar Kai is. Want die heeft echt maar hulp nodig. Maar waar is hij? Wordt ze gegijzeld? Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. De deur open, kom op. Oké, look for Kai. Oké, ik zie Kai. En er wordt flink op haar geschoten. Oké, laten we snel naar toe gaan om haar te helpen, want ze heeft echt dringend hulp nodig. Zo. Ze zit ergens in een winkel opgesloten. Ja, jij schiet op mijn kameraad, dat wil ik niet. Dus jullie gaan allemaal dood. Oh shit, zijn er best veel eigenlijk. Oké, ik zoek snel dekking. Way ahead of you, man. Je hebt uit de shotgun. Ik ook. Zo. Voor mij is Kai nu redelijk veilig. Want ik heb voor mij iedereen uitgeschakeld. Dus laten we snel naar de winkel rennen. Om haar hier uit te halen. Er zitten aardig wat kogelgaten in de voordeur. Kai. Hey. Hey, you alright? You know. Sure. Oké, ze leeft nog. Dawes is on his way. Dave's is on his way. Oké. And we're taking Stoddard in. Whoa. More of Nelson's guys are coming. We might need him to get out of here. You hear that, Nick? You might need me. Oké, die gozer is niet echt chill om mee samen te werken. Liefst willen hem natuurlijk. Oh shit. Oké, die is geowned. Ah, oké, misschien heb ik toch wel wat aan die gozer. Oké, laten we naar boven gaan. De roltrap op. En ik heb een slecht voorgevoel dat op deze etage veel enemies zijn. Ja, dat valt wel mee. We lopen hier verder. We openen deze deur. Oké, zo. De deur moet open. Kom op, open die deur nou. Zo moeilijk is het niet. Hij heeft wel de hele tijd die koevoet bij zich. Oké, there we go. Ik denk dat dit niet veilig is. Ik zie ook al enemies. Dus laten we snel een scan maken. Hoeveel enemies zijn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ze zijn boos. Wat gebeurt er? Oh, de storm blaast alles kapot. Alle ruiten zijn uit de koepel geblazen. We zijn op dit moment namelijk in een orkaan. En dat maakt het allemaal niet echt heel veel makkelijker op. Oké, laten we verder gaan dan. Laten we maar gewoon naar beneden gaan en ze uitschakelen. Ik zie daar een enemy die ik graag wil arresteren. Ik ga er toch heen rennen. Hij is nu afgeleid door de storm. Zo. Oké, draai ik me snel om, zodat niemand mij kan zien. There we go. Nu hebben we weer een mooie reward. Dus deze hebben we ook gearresteerd. Maar ze zijn voor mij nu wel boos. Say hello to my little friend. Oké. Ik heb maar nu wel heel wat boze enemies. Ze weten niet precies waar ik zit nog. Nu wel. Ze komen langzaam naar me toe lopen. Ze willen natuurlijk hun collega bevrijden. There we go. Huppakee, vol je hoofd. En jij ook, huppakee. Zo moeilijk is het niet. En jij bent mooi gearresteerd, waardoor ik de reward heb gekregen. En al deze guys heb je niet zoveel, dus laat die maar gewoon lekker sterven. Oké, we gaan verder. We moeten hier toch echt uitzien te komen. En echt heel veilig met deze storm is het niet, want er kan van alles naar beneden vallen. Nou ja, het scheelt dat alle ramen al kapot zijn, dus... Ja... we moeten verder lopen.
lijkt erop dat er hier iets super hard tegen de muur aanvliegt. En daar rolt een reusachtig wiel naar beneden. Er zit een logo. Oh, dat is het logo van... Oh shit. Ah, ik vind het best bijzonder dat die grote ijzeren dingen hier rondvliegen en ik kan er nog steeds gewoon tegenin lopen. Oké, daar komt een heel gebouw naar beneden. Oké, echt veilig is het hier niet. Ik moet wel alles zien te ontwijken, zodat ik het niet om mijn hoofd krijg. Laten we snel naar binnen rennen en een plek waar het veilig is. Ik weet niet of hun hier ooit nog veilig aankomen, maar dat zien we dan wel weer. Even kijken, waar moet ik heen? Deze deur moet ik openen. En mijn beeld wordt denk ik wit. Wat betekent dit? Lijkt erop de storm langzamerhand gaat liggen. Er is niet heel erg veel over van de stad. Oh ja, dat is ook een manier om te arresteren. You have the right for once in your goddamn life to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. That's enough. Ooh, what is here? Everything you need to know is on here, Captain. Let me guess. You started the drug war. Encouraged one crew to wipe out another until none of them was left. None except his, sir. I have a lot of evidence linking Nels to a rogue Miami detective, but it's all vague. I had a lot of faith that you would find the last conclusive piece, and you did. Thank you. Oh, shit. Hey, Mick, just so you know, I really appreciate you saving my ass back there. It's above and beyond, man. Okay, it lijkt wel dat de hele politie... kantoor vol zit met dirty cops en die niet werken volgens het echte rechtssysteem. $33,000 in fact. The exact sum that Nels moved in his last transfer. So the question of course will be, what did you do with the rest of it, detective? What the hell are you doing? Okay, went to bed. Oh shit, het wordt een beetje omgedraaid hier. Why didn't you just take the damn money? Is that what this is about? Nick, we tried! I was so certain that we would find a place for you with us. But no. You're convinced that you're just one of the good guys, aren't you? There's no such thing, son. What the hell? Wordt hij nou in de boeien geslagen? Oké, dat zag ik niet aankomen. Hij voelt zich natuurlijk zwaar genaaid. Want hij is de enige die het hier eigenlijk goed deed. En zich wel aan de regels hield. En ik zie aan het plaatje van de volgende episode... dat we waarschijnlijk naar de gevangenis gaan of iets. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video van Battlefield Hardline. Binnenkort komen er weer meer video's aan van Battlefield Hardline. En natuurlijk komt er binnenkort ook weer GTA 5 aan. Ik ga proberen mijn crew binnenkort weer klaar te krijgen om de rest van de heist video's op te nemen. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Laters. Next time on Hardline. Good evening, detectives. You probably have questions.